Vandaag lezen we Psalm 76. Bij mij staat erboven Gods majesteit en macht. Ik wil ook een paar versen lezen die daarover gaan. In vers 8 staat: U, onzagwekkend bent u. Wie zal voor uw aangezicht bestaan, zodra uw toorn ontvlamt? U liet een oordeel uit de hemel horen. De aarde vreesde en werd stil. Toen u, o God, opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen van de aarde te verlossen. Het gaat hier over de onzagwekkende macht van God, als hij zal komen. We kennen de Heere God vanuit de psalmen, vanuit de Bijbel, als een goede, een liefdevolle en trouwe God. Bijvoorbeeld in Psalm 103, er staat dan over hem geschreven: Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Dat is de God die we kennen van de Bijbel. Maar wat we net lazen, dat is ook de God, een machtig God, een vuur. En als we dan kijken in Openbaringen waar het gaat over de laatste dagen, als de Heer Jezus terug zou komen naar de aarde, hoe zullen we hem dan zien? Er staat iets heel bijzonders geschreven over wat de reactie zal zijn van de mensen die hem niet hebben willen geloven, die hem niet wilden kennen, die hem niet wilden gehoorzamen. Hun reactie zal als volgt zijn: En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons! En verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Er komt een dag dat de Heer Jezus terugkomt. En dat zal een heerlijke dag zijn als hij komt in zijn majesteit. Dan zullen we hem zien zoals hij werkelijk is. Tegelijkertijd zal het ook een vreselijke dag zijn voor hen die geen vrede hebben met God. Die geen vergeving van zonde hebben gekend en niet hebben gewild. Die niet wilden komen naar degene die zei: Kom tot mij en ik zal je vrede geven, ik zal je eeuwig leven geven. Hoe dan ook, of we nu onze knieën hebben gebogen voor God op aarde, of nog niet, er komt een dag dat elke knie zal buigen. Dat staat in Filippenzen, dat wil ik ook nog voorlezen. Daar staat dat de Heer Jezus zich vernederd heeft, de gestalte van een slaaf heeft aangenomen en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem een bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle namen, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Er komt een dag dat Jezus terugkomt in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. De vraag is, buigen onze knieën nu en zullen we hem dan zien als onze Heer? Zullen we hem aanbidden? Of weigeren onze knieën te buigen en zullen we dan wel moeten, maar dan is het alleen oordeel. Hij biedt ons nu zijn genade aan, zijn vrede, zijn liefde. Dus waarom zouden we er niet op ingaan? Hij zegt: Kom tot mij, ik zal je eeuwig leven geven, ik zal je rust geven, ik zal je alles geven wat je nodig hebt. Laten we hem volgen, laten we nu onze knieën buigen.